Het is inmiddels 15 juli 2011 en er staat een historische gebeurtenis te wachten. Want voor het eerst in de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en omgeving wordt er een eerste Speakers Corner Spakenburg georganiseerd. RTV Bunschoten heeft het initiatief genomen om dat te organiseren en het wordt uitgezonden op DBTV, maar ook op de eigen site van rtvbunschoten.nl. Natuurlijk moet zoiets officieel worden geopend. En daar heb ik de volgende handeling voor verzonnen samen met cameraman Jaap Bunk. Ga ik nu de officiële handeling verrichten zodat het de zeepkist wordt vrijgegeven. En dat doen we als volgt. We doen de microfoon op de standaard en is die publiekelijk toegankelijk voor ieder die wat te zeggen heeft, een evenement heeft aan te kondigen, zijn buurman of zijn buurvrouw wil verwennen met een goede boodschap of een felicitatie of iets van de politiek vindt of iets anders. Dat kan hier allemaal op Speakers Corner Spakenburg. Ik ben Jan Beukers en ik wil graag het volgende vertellen over deze prachtige nieuwe haven die we gekregen hebben. Het is toch geweldig dat de gemeente, laten we zeggen, de oude haven zoals die was, de Hoogde Hemel, zoals wij dat noemen in Spakenburgs, dat die zo prachtig mooi is gerestaureerd, zeg maar. Het is een stukje meerwaarde voor Spakenburg dat ze dit in de oude staat hebben teruggebracht. Ik denk dat het voor het dagtoerisme in Spakenburg heel goed zal zijn en dat wij daar als winkeliers allemaal veel baat bij mogen hebben. Het zal nog prettiger zijn als we ook nog een prachtige hotelaccommodatie krijgen ergens aan het IJsselmeer. Zodat we ook de mensen hier kunnen laten overnachten. Want dat ontbreekt nog zeker aan Spakenburg. Ik roep het gemeentebestuur op om daar hard aan te werken dat dat ook nog een keertje gaat gebeuren. Beste burgers van Spakenburg, ik ben Ruud Houthuizen van de Spakenburgse batterij. De kanoniers van Bunschoten. Ik kom even een tussenmelding doorgeven. Het kanon ligt af te koelen en wordt maandag uit het zand gehaald. En dat is heel spannend, dan kunnen we kijken hoe die eruit ziet. Maar het zal zeker gelukt zijn, het is een eerste klas schieterij waar het gebeurt. U kan hier achter mij de plek zien waar het kanon voorlopig komt te staan. Als de sluis klaar is, dan gaan we dat inwijden. En we kunnen nog een heleboel sponsors en hulp gebruiken bij het maken van de uniformen die we nodig hebben. Want dat is nog een heel karwei en we moeten in stijl het kanon af kunnen schieten. U kan zich altijd melden op 06-53-11-91-11 als vrijwilliger, sponsor, maakt niet uit wat. Mijn dank. Goedemiddag beste mensen hier in Spakenburg. Ik heb bij me Annelieke Merks, die is uitgenodigd om hier voor de radio haar nieuwste single te presenteren. Deze zomer is een droom en ze komt hier nou even langs mij staan. En dan kunnen jullie allemaal zien wat voor een schone zangeres dat ze is, maar hoe, anders nog hoe geweldig dat ze kan zingen. We komen helemaal uit het Brabantse land, een half uur in de file gestaan, maar we zijn graag hier naartoe gekomen. Hier komt dan Annelieke. Nou, mag ik even zetten? Oh, nou, het ongekende hoogtes hier in het mooie Spakenburg, mensen. Wat leuk om als Brabantse te gast te zijn in een heel mooi dorp, een heel mooi stadje als het Spakenburgse. Ik hoop dat iedere Spakenburg en iedereen hier in de omgeving zal gaan genieten van een hele mooie zomer. Met hele mooie dromen die maar uit mogen komen. Deze zomer is een droom. Een prachtig avontuur. Met jou dicht bij mij. Met jou aan mijn zij. Oké, en dan zeggen wij natuurlijk op zijn Brabant. Een goede zomer en houdoe. Doei. Zo goed, wat je met me doet. Ik wil gewoon. Op rtvbunschoten.nl is al een ingezonden gedicht gekomen, speciaal gemaakt voor de Speakers Corner Spakenburg. En natuurlijk moet ik deze voordragen, afkomstig van Jan Klaassen uit Spakenburg. Roept dan allen, ja schreeuw het uit, alle burgers in Bunschoten doen het luid. Spui je mening op het spui, wees vooral niet lui. Groet een buur, leg de politiek een luur. Maar mensen, wees het niet zuur. Het mag zelfs over uw huur. Eens gaf Hansje Blijker zijn mening over dijk en subsidieverlening. Nu gaat voortaan vertellen Jan Klaassen zijn verhaal in uw eigen taal. Het gaat voor u
aan het spellen. Hij doet dat door een gedicht. Met elkaar een ander licht. Om Jan Klaassen te lezen, moet je op Twitter wezen. .com Klaas en Jan. Ik bedoel Klaas. Ja, Klaassen. Jan is zijn naam. Ach, Spiekerskoning Spakenburg, geef hem faam. De groeten van Jan Klaassen uit Spakenburg. Dankjewel Jan, perfect gedaan.